Sinds 2008 geeft The Sequence kleur aan de Leuvenseweg naast het Vlaams parlement. Maar van in het begin is duidelijk dat het kunstwerk er maar tijdelijk zou staan. Het brein achter The Sequence, Arne Quinze, wil een gepast afscheid voor zijn constructie. Vanavond wil ik een volksfeest. En waarom een volksfeest? Ik denk dat kunst soms iets te elitair is. En niet genoeg in het publiek, in de massa geïnjecteerd is, want cultuur is een van onze belangrijkste hoekstenen van de maatschappij. En ik hoop dat met zo'n installatie toch de mensen gaan beginnen na te denken en misschien iets gemakkelijker naar zo'n museum gaan ofzo. Op het straatfeest hangt een gemoedelijke sfeer, maar sommige feestvierders kunnen hun teleurstelling over de nakende afbraak toch niet onderdrukken. I know, why did they say something like that? It's so good! It's amazing, you come to Brussels and then you see all these things, it's cool! It's a piece of Brussels. I think they should keep it. Je dois rester parce que ça fait quand même plusieurs années qu'elle est dans le quartier et on s'était habitué. Chaque fois que je rentre chez moi, je passe en dessous avec la voiture. Donc j'apprends ce soir qu'elle va partir. Je suis quand même un peu triste. Ik heb haar nog nooit gezien. Dus het is de eerste keer eigenlijk. Ja, echt schaamtevol eigenlijk. Maar het is echt geweldig. Want die lichtjes en al die flitsen zijn echt heel geweldig allemaal. Als het van Arne Quinze afhangt, komt er binnenkort een nieuw groot kunstwerk bij. Hij droomt zelfs van Brussel als een openluchtmuseum. Ik ben me nu aan het omringen door heel veel mensen, die andere kunstenaars. En ik denk dat we gezamenlijk moeten uitkomen. Ik ben aan het spreken ook met stad Brussel zelf, de mogelijkheden om hier dingen te doen. Ik denk budgetten gaan we altijd vinden. Zeker in Brussel. België is een heel rijk land. En als ze het geld weten op de juiste plaats te zetten, denk dat ze er heel veel profijt gaan halen. Het einde van de sequence is dan wel nabij. In sommige huiskamers blijft het kunstwerk toch een beetje voortleven. In 2008, met de opbouw daarvan, eens het kunstwerk hier stond, stond er een container met eigenlijk alle overschotten, het afval zullen we maar zeggen. En ik heb daar gewoon een lat uitgehaald, ben naar Arno Quinze gestapt en ik heb een handtekening gevraagd. In 2014 heb ik dan de andere kant laten handtekenen. Wie een filmpje of selfie heeft met de sequence, mag dat trouwens posten op de Facebookpagina van het Vlaams Parlement. Met al het materiaal maken ze een aandenken aan het kunstwerk. En je hebt nog wel even de tijd, want de houten constructie gaat pas in augustus tegen de vlakte.